Dat het Openbaar Ministerie wel heel ruim de tijd neemt om te beoordelen of Marco Borsato wel of niet vervolgd wordt voor gedragingen bij een destijds minderjarig meisje, daar is vriend en vijand het wel over eens. Maar met name BN'ers vinden het nu allemaal zo lang duren dat ze Marco weer, zonder vervolgingsbeslissing, terug het podium op willen. Connie Witteman pleit zelfs voor herstelbetalingen aan Marco, omdat hij zoveel optredens heeft gemist en zal blijven missen. Veel te voorbarig, vindt Jews-koningin Yvonne Koldewijer. Laat eens even zien dan waar dit allemaal over gaat, want iedereen zit zo van: Marco, dit en hij moet geld krijgen en hij moet door. Maar wacht even. Ze vervolgt in haar podcast The Juice show We zijn even vergeten. Wil je niet eerst even weten wat er gezegd wordt of zo? Wil je dat dan niet even weten van wat er gebeurd is? Is puur het wachten al zo zielig voor hem? Moet die nu al geld krijgen? Wow. Connie, Connie, come your tits, girl. Yvonne wijst op een uitspraak van Marco's advocaat Carrie Knoops. Carrie zegt in een interview waarom het zo lang duurt, is omdat deze zaak niet zo zwart-wit is. Ik kijk meteen op als ik dat lees. Oké, okay, niet zo zwart-wit. Jawel, heel veel dingen zijn zwart-wit. Je hebt het gedaan, ja of nee. Wat bedoelt Yvonne hiermee te zeggen? Ik bedoel, als je het niet hebt gedaan, is het wel zwart-wit. Ik heb dat niet gedaan. Wat is er niet zwart-wit aan deze zaak? Heb je het soort van wel gedaan? Snap je? Waarom is het niet zwart-wit? Jij blijft met je tengels van kinderen af en dat is heel zwart-wit. Er is zelfs een wet voor gemaakt. Het duurt niet voor niets zo lang, al dus Yvonne. Duurt het zo lang omdat ze het echt heel heftig vinden wat hier allemaal voor bewijs ligt, en willen ze hem eigenlijk een soort van uitstel van executie geven? Ze vervolgt: Het is erger dan Reumer, hè. Reumer is digitaal over de grens gegaan met minderjarigen. Marco Fysiek. Dat is veel en veel heftiger. En ik weet niet, dat zou Allanning een zaak moeten zijn, want er zijn echt bewijzen van, in ieder geval waar je over moet praten. Er schijnt toch ook een tape te zijn, etc. Kom op dan, kom dan door met die tape. Klopt het dat Yvonne in contact staat met het vermeende slachtoffer van Marco? Kan ik geen uitspraak over doen. Waarom denkt Kamp slachtoffer dat het zo lang duurt? Ik weet de reden niet. Nou, ze sparen hem. Ze zijn denk ik een beetje bang voor wat eruit gaat komen of zo. Maar ik weet het niet, hè. Waarom duurt het zo lang? I don't know.